mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag weer een vlog. Doe duimpje omhoog als je vlogs vet vindt. Abonneer je zeker als je het niet gedaan hebt. En het is ook nog eens vakantie, dus je kunt heel veel toffe vlogs gaan verwachten. Ik ga vaker vloggen, want ja, vakantie. Ik ga vette dingen doen. Ik hoef niet naar school. Saaie leven is voorbij. En we gaan leuke dingen doen. We beginnen vandaag met dit. Ik geef een Road to Millionaire. Ik heb 9 hele loten. Het zijn 20 1/5 loten. Dus 4 in totaal. En 5 hele loten gekregen van Bas, Matti, Koen, Raoul en Milo. En dan hoop ik dat ik niemand ben vergeten voor mijn verjaardag. Het ziet eruit als heel veel. Maar volgens mij is er uiteindelijk 50 euro opgevallen. Toch lekker meegenomen. Bedankt jongens. Zes. Je boy heeft monies gepakt. Kijk, vergeet deze 2,50 niet. Oh, zes staatslood. Zes. Echt fucking oplichterij. Wat heb ik een rood hoofd? Hey, ik ga naar Amsterdam. Tot zo. Oké, ik ben in Amsterdam. Ik sta voor Raoul's huis. Alleen Raoul is er niet. Gelukkig heb ik wel een koekje. Pruimel. Ben je vloggen? Ja. Ga je sinds wanneer vlog je als we naar voetbalveld lopen? Oké, Rob gaat even laten zien wat hij allemaal tilt en wat de rest allemaal tilt. Nou, mensen gaan er ook. Hij is fucking blij dat hij mij weer te zien. Ik ben ontzettend blij jou weer te zien. Kijk! Jij bent een keer door mij in het water gevallen. Nou, niet door mij, maar ik drukte op een stroomding en toen... Kijk, leuk beeld. Wat pijn. Even lachen. Ja, was leuk. Kijk, hij draagt ook maar één bal. Oh, en een tas. Twee tassen. Oh, twee tassen. Ik draag mijn schoenen. En ja, Raoul, ja. Nou ja, kijk, weet je. Papa wel weer hoor. Dit is Rob. Mochten jullie nu denken, hé, wat een lijpe schoenen. Jullie zagen net lijp, al die... Man. Echt leuk. Hé, Armel. Maar jullie denken misschien, hé man, wat een vette schoenen. Jullie zagen net al die geweldige staatsloot die jullie hebben gehad. Ja, dankjewel. Ik had jullie nog bedankt. Dankjewel. Maar check de patta's. Gekregen van Matty. Ze paste hem niet. Waarom zou je ze allemaal teruggeven? En we gaan voetbalvideo's opnemen. Die ze hebben jullie misschien al online gezien. Misschien komen ze morgen of overmorgen houden in de gaten. We hebben ze in lelijk voetballen. Zo. Hé man. Nee, laat eens even zien wat je record hebt. Ik heb Birkenstocks besteld. Ik ben geen emancipeerde man en ik kan dat. En ik vind ze lekker. Ik vind ze ook mooi. Het zijn gewoon mooie slippers. Het zijn echt gewoon, het is niet gesponsord. Ik krijg niet voor betaald. Ik wel. Ik wel. Ik heb ze ook niet gratis gekregen. Je kan ze strakker doen. Daar heb je een heel serieus clipje voor. Als ik hiervoor betaald zou krijgen, zou ik ze niet zo aandoen. Jongen, ze zitten gewoon echt lekker. En fuck dat. Fuck iedereen die dat zegt. Als ik ze lekker vind zitten, dan koop ik ze. Ja, ze zien er goed uit. Dankjewel. Ik kan ze hebben. Dat past bij die hele falen look die ik probeer te rocken. Je boy is editing the video, man. Dit is jouw favoriete moment van de video? Ja. Kijk hier. Oh. Wat doe je nou? Ik zou nu willen zeggen... Waarom sta ik achter een gordijn? What the fuck? Ik zou nu willen zeggen, goedemorgen. Dat was namelijk de bedoeling. Echter werden wij net rond een uur of 12, 12:30 middags pas wakker. Het is gelukkig wel zomervakantie. Echt tering lekker weer, man. We love it, man. Raining everywhere, yeah. Vandaag gaan we lekker de video's van gisteren editen. Nog een nieuwe FIFA-video's opnemen. Genieten. We zijn inmiddels online. Gooi even een shout-out naar jezelf. Goed zo. Ik even een duimpje omhoog. Oh. Op mijn video, niet dat die voelt. Grappig, hè? Ja. Ah, ik filmde eigenlijk die vrouwen achter je nu. Dit is wel een mooi shot zo. Colombiaanse vrouwen. Rip haar! We zijn op weg naar FC Afkikken, maar ja, we weten de weg even niet. Google Maps. Geniet ondertussen van deze geweldige compilatie van onze prachtige hoofdstad. Heb ik dit echt gezegd? Hey gast, bedankt voor de prachtige rondtour door deze mooie stad. Dat was top. Ja. Hey! Kijk, wacht even. Het eindshot komt hier aan. Van een heel normale Amsterdamse tram. Oh, prachtig, prachtig. Wauw, jullie hebben zo'n shot nog nooit gezien. Dag 3, we zitten weer in de auto. We zijn weer onderweg naar het voetbalveld, want we gaan vandaag weer video's opnemen. Maar we hebben extra gasten. En ze zijn een half uur te laat. En wie zijn dit? Fuck Abbas. Fuck Koen. Ja, hebben we er zin in? Ja. Hey, drone! Duik. Ah!
Maar wel mee, in de beschrijving. Hé hey man. Als je dan even... Ik ga filmen voor zijn vlog, dat is fucking chill. Hey, doe even shout-out naar jezelf. Ja, ik heb net, ik maak muziek. En ik heb een reality serie op RTL 7. Dat maakt hij. Tony Junior. Oh, ben jij dat? Ja. Echt fan man. Hey, hey, leuk je te zien man. Kijk, dit is handig als ik in de vlog kom voor iemand. Dan verga ik weer kliks en hij misschien een beetje, denk ik niet meer. Maar vorig jaar misschien wel. Vorig jaar had je misschien wel kliks gepakt. Er is ruzie jongens, ruzie binnen de bankzitters. Ik was eigenlijk tweede, geef ik toe. Maar Koen keurde me af. Dat is prima, zijn video moet ik zelf weten. Even een puntje, even een puntje. Broek af, net op lood. Hollandse hoe... We zijn gewoon aan het voetballen. Zo ben ik helemaal niet. Wat is dit? Ik ben helemaal niet mezelf. Ik ben mezelf in ieder geval de jaren nooit geweest. Oeh. Nou klaar jongens, de video is afgelopen. Je lijkt echt een ginger. Ja. I'm back! Ja, het is nu echt erg. Erg ja, dat komt denk ik door dat groen. Ja, gingers dragen altijd groen hè, moet je eens opletten. Ik zweer het jongen. Het Sharon, ja, altijd groen. Wat een geweldige opnamedag. Hé hey man, ben je uit eten in Amsterdam? Dan, zit Mattie tegenover je? Je hebt de hele dag niet gevolgd. Jawel, ja, toen jij er nog niet was. Maar kijk eens wie er ook is, grap. René, weet je dat jij een eigen fanpage hebt? Ja, die hebben we verwijderd. Ja. Op Instagram. René, doe even een duimpje omhoog als je René terugkent. Hé hey joh, ga eens even weg man. Hey. Jij hebt een duimpje gedaan, ja? Hey! Ga je drinken niet? Ja, dat is ongelooflijk. Kut end. Ik was net zo, ja. Dat is die hoor. Ik gooi echt wel een kop hoor. Ja, ik kwam er net achter dat ik de vlog nog niet afgesloten had. Ik ben inmiddels wel thuis, zoals jullie zien. Ik ben amper bestanden om mijn schijf aan het zetten van mijn laptop en van mijn SD-kaart en dan op mijn computer aan het gooien. Maar er is nog even één ding wat ik wilde zeggen, want voor mij vandaag, voor jullie is het alweer een paar dagen geleden als je dit ziet. Is het verschrikkelijke nieuws over Nouri naar buiten gekomen. Net bij dat etentje was bijvoorbeeld ook Koen Weiland. Ja, we hebben het natuurlijk, ik denk overal praat iedereen erover. Heel mijn Instagram, allemaal mensen natuurlijk. Je hoort het overal, iedereen praat erover. Ja, het is ontzettend erg natuurlijk. Ik weet ook niet zo goed wat ik in een video erover moet vertellen, zeg maar. Ik had het er net over met Koen, bij onze video's. Maar inderdaad allemaal mensen die reageerden van, wat gek dat jullie er niks over zeggen. Maar natuurlijk is het zo, Viersoor had dat vooraf opgenomen. Een paar dagen terug was er nog heel positief nieuws. Nou ja, nu niet. Eigenlijk heb ik er nog geen aandacht in video's aan besteed. Omdat ik zelf ook niet zo goed weet wat ik ervan moet zeggen. Ja, nu doe ik het toch even op het einde. Ja, het is zo erg, weet je. Er is weinig over te zeggen. Maar ja, ik vond het gek om niks te zeggen. Weet je wel, dan het lijkt het net of ik er ook niet mee bezig ben. Maar geloof maar, wij zijn onderling ook... We hebben het er ook over en ja, het is fucked up shit. En zeker voor mensen die heel veel met Ajax hebben en zo, is het misschien wel een graadje erger. Maar zoiets gaat boven clubrivaliteit. Maar ja, voor mensen die voor Ajax staan is het nog een stukje erger. Voor mensen die bij Ajax werken, noem een Koen Weiland, is het nog wat erger. Mensen die hem persoonlijk kennen, is het nog erger. En voor zijn familie en vrienden is het natuurlijk het meest erger. Ja, niet echt een afsluiting die bij deze vlog past. Het was eigenlijk heel positief, heel leuk. Ik hoop toch dat jullie in ieder geval het begin van deze vlog wel leuk hebben gevonden. Dit vinden jullie natuurlijk ook niet leuk. Maar ik wil het toch even zeggen. Ik moest het toch even kwijt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Binnenkort weer video's. Ik ga nu op vakantie. Gekke wending even. Maar tot de volgende keer. En later mensen.